Het ministerie van Openbare Werken zal komend jaar strenger omgaan met het reeds afgekondigde vergunningenbeleid. Dat zei minister Riad Noor Mohamed vandaag bij de presentatie van het jaarverslag 2022 van zijn ministerie. OW streeft al geruime tijd naar meer controle op het veld en ontwikkeling van het beleid. En ik ga je eerlijk zeggen, per 1 januari gaan we echt streng zijn. Daar gaan we met niemand meer rekening houden. De nieuwe richtlijnen voor vergunningen zijn goedgekeurd door de Raad van Ministers vorige week en ze zijn van kracht. Dus we gaan met de DC's, met de hoofden van districten. Ik heb vanochtend de buurtmanagers, de politie's ontvangen. Agressiever opletten op illegale bouw, maar ook als bouw misschien verkeerd gaat. Beleid bermen. Ik ga het hier weer herhalen. Ik hoop dat de media dit goed verslaat. Dat op de bermen mag niets meer gebouwd worden. Punt uit. Natuurlijk, waar het toegestaan wordt, gaan we ook niet moeilijk doen. Zeg van, ja, een berm van 20 meter en iemand heeft 1 meter nodig, het stoort niemand. Dat gaan we ook niet te moeilijk doen. Maar u moet weten dat niemand een aanvraag hoeft te doen voor de berm. Dat is uitgangspunt. Dus ga lekker slapen, run je bedrijf, dien geen aanvraag. En als je iets wil hebben op de berm, zet het op een perceel. Want dan heb je geen toestemming nodig, tussen aanhalingstekens. Je hoeft geen vergunningskosten te betalen. Wat op een perceel is, heb je in feite geen toestemming nodig. De bewindsman zegt dat het public-private partnership in 2023 ongetwijfeld verder gaat. Dit is het bewijs van betrokkenheid van de particuliere sector. We hebben alle directoraten gevraagd om PPP te bestuderen. En ook bij het directoraat Openbaar Groen worden projecten in PPP gedaan. U hebt dat gezien. Bij bouwkunde, voor het bouwen van woonhuizen, hebben we ook PPP-aanbiedingen gedaan. We gaan door, want ik geloof dat het moet kunnen. Bij CTW hebt u het zelf gezien. Er zijn wegen op dit moment in PPP aangelegd, waarvan ik volgend jaar zullen de opening doen daarvan. Waarbij particuliere bedrijven een deel van de infrastructuur hebben gefinancierd. Voor zeg maar de staat, voor de gemeenschap. Dus dat beleid PPP gaat door en wij maken de wet en regelgeving verder in orde. Ter afsluiting gaf de bewindsman aan dat OW alerter zal reageren op klachten welke op het ministerie geponeerd worden. Het is volgens Noor Mohamed belangrijk de band tussen burger en het ministerie goed te onderhouden.